Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik ben Abdellatif Oaisa en ik ben voor het eerst hier vandaag in Zeist. Natuurlijk, een nieuw onderwerp, nieuwe vragen. Ik ga het hebben namelijk over alamat as-sa'atul sughra, de tekenen van het uur. Het uur wordt hier verwezen naar al-qiyama, oftewel dag des oordeels. We hebben kleine tekenen en we hebben grote tekenen. Onderwerp of de vraag gaan vandaag over de kleine tekenen en in de volgende video zal ik het hebben over de grote tekenen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran in surat Al-A'raf: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ik hoop dat jullie inshallah een duimpje nu alvast omhoog zetten. En natuurlijk niet te vergeten om te reageren onder het filmpje. En bekijk het filmpje van begin tot eind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Assalam. Assalam. Inshallah. Hoe gaat het? Alhamdulillah, ciao. Goed, alhamdulillah. Alhamdulillah. Een hele belangrijke onderwerp waar we eigenlijk nu mee te maken hebben. Want dat gaat over alamatus sa'atus sughra. Oftewel, kleine tekenen. Als ik dat zeg, wat gaat er het eerst in jouw hoofd? Kijk om je heen, zou ik zeggen, buitengewoon mensen en waar ze mee bezig zijn enzovoort. Onder andere, ja. En jij? Fitna. Fitna? Ja. Oké. Ik weet het niet. Halama tsa. Zeg maar, denk. Ik zou echt eerlijk zeggen. Halama, oftewel, tekenen van dagdesoordeels. Laatste uur. Laatste uur. Ik ben niet heel goed in Arabisch, maar ik denk iets van hoe je tijd best kan benutten of besteden. Zit er een beetje in de buurt. Ik denk ook zoiets in die richting. Sa'a betekent? Sa'a betekent tijd. En alama betekent teken. Dus tekenen van? Tijd. En wat bedoelen ze dan hiermee? Dag des oordeels. Juist, de tekenen van alama sa'a, oftewel van yawm al-qiyama. En wat is sa'a? Uur. Zoals je net zei. Het uur, alama sa'a. En die kan je verdelen. De geleerden, ulama, hebben die verdeeld in twee groepen. De grote en kleine? Heel goed, de grote en de kleine. Wist je dat ook? Ja. Masha'Allah, masha'Allah. Goed zo. Okay. En uridu minka an tashrah li billugha al-arabiyya aw billughati al-hollandiyya ma al-farqu bayna alamat as-sa'at as-sughra alamat as-sa'at as-sughra wa alamat as-sa'at al-kubra. Tamam. Wadih li. Alamat as-sa'at as-sughra tabda في انه العلامات الكبرى انا بعرفها ياجوج ومأجوج ظهور ياجوج ومأجوج ظهور اعور الدجال هذا من علامه الصغرى او من علامه الكبرى احسنت علامات شروق الشمس من مغربها اوكي ممكن هسه في شغلات ثانيه ياجوج ومأجوج حياكلوا الارض كلها نعم 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 ولكن هذا ساطرحه في الفيديو القادم ان شاء الله نساء كاسيات عاريات نعم في الحديث في الحديث او احسنت رؤوسهم كاسنام البؤس احسنت بخت بخت عفوا احسنت هل نراها الان نراها حقيقه في العالم الان هذه العلامه انا بالنسبه لي انه كمسلم انا ما لي علاقه بحد ثاني انا لي علاقه بنفسي بس ولكن تراه بشوف انا من اهر انه من المسلمات اللي تمسك تلبس حجاب وتلبس نسكو نعم نعم هذا هي الكاسيات العاريه طبعا هذا وات از فرخوت توس كلاينه تيكنه ان غروته تيكنه Kijk, ga een voorbeelden noemen, inshallah. Weet jij het antwoord? Het antwoord, kleine tekenen. Nee, niet echt, man. Grote tekenen zijn meestal over de hele wereld. En kleine tekenen zijn meestal... Die merk je niet op. Dat is gewoon normaal. Die merk je wel op, hoor. Alleen, het verschil tussen kleine en de grote tekenen... is dat wanneer de kleine tekenen bezig zijn of geweest zijn... dan heb je nog de kans om vergeving te vragen naar Allah subhanahu wa ta'ala... Maar grote tekenen, wanneer die aankomen, dan zijn de poorten van paradijs gesloten. Dus dan kan je niet meer gaan bidden als je nog niet bidt. Dan kan je zeggen, oké, vandaag ga ik bidden, Allah gaat me vergeven. De kleine tekenen zijn de tekenen die een beetje
Ja. Komen die eerder dan de grote tekenen? Ja, die komen ervoor. Ja. Heel goed. Dus de kleine en daarna de grote. Heel goed. Ja, de grote, die geleerden zeggen dat ze nog niet zijn gebeurd. Heel goed. En de kleine? De meeste wel. Heel goed, de meeste, maar nog niet allemaal? Nee, nog niet allemaal. Inshallah, goed zo. En heb jij iets anders dan, of heb je het precies hetzelfde? Hetzelfde. Heel goed, barakallahu fikum. Geef mij een voorbeeld van een kleine tekenen. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons verteld dat er in de latere tijd zal komen, de tijd waar we nu in leven, zullen heel veel dingen gebeuren. Huh? Wat ons moet waarschuwen van de dag des oordeels, dat de dag des oordeels nabij is. Noem eens één, of twee, of drie. Mensen, kinderen, mensen, gewoon luisteren naar hun ouders. Heel goed, ja. Dat is een hele belangrijke. Dus onder andere dat kinderen de baas zullen spelen over wie? Over hun ouders. Van de ouders. Heel goed. De profeet heeft dat gezegd in de hadith van Ibn Umar. Umar radiallahu anhu, een hele lange hadith waarin uiteindelijk verteld heeft dat er kinderen de baas zullen spelen over hun ouders. Noem eens één. Van? Kleine teken. Vandaag hebben we het alleen over kleine tekenen. Kijk, denk eens aan alcohol bijvoorbeeld. Alcohol drinken, ja. Gewoon, ja. Is dat normaal geworden? Ja, in deze tijd. Dat is wel een gewoonte, man. Gewoonte? Ja, de profeet. Dat is iets normaals. Juist, en de profeet heeft dat verteld, hè. Hij heeft gezegd, er zal een tijd zijn dat de mensen alcohol zullen drinken. Mm-hmm. En mensen zien het, maar ze vinden het gewoon normaal. Ze zeggen niks van. Ze zeggen, oh ja, maar dat is toch wel normaal geworden. Dit is wat, dat is gebeurd. Er zijn trouwens honderden kleine tekenen, als jullie maar van mij een paar willen benoemen. Wanneer mannen als vrouw gaan kleden? Bijvoorbeeld, heel goed. Normaal vinden van rente? Rente, riba, heel goed. Dat wordt normaal gevonden. Mensen werken daarmee alsof het een kleine iets is. Maar het is een hele grote iets. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook diegene die met riba handelt, of diegene met de riba bezighoudt, dan is hij in oorlog met Allah. Heel goed. Oorlog met Allah. فَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. En zijn profeet. Barakallahu fik. Kan jij een voorbeeld noemen van een kleine teken? Ik denk het zondige, dat een soort van normaal is geworden als in muziek luisteren. Specifieker, want dan nu komen we aan bij muziek. Al-Ma'azif, heel goed. Profeet sallallahu alayhi wa sallam, hoe lang geleden heeft hij dit voorgespeeld? Hoe lang geleden ongeveer? Wat denken jullie? Zo lang als wij kunnen denken. Echt. Hoe lang geleden? Ongeveer 1450 jaar. Ja, is mooi afgerond, 1500 jaar. Ja. 1500 jaar geleden heeft onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, heeft hij dingen voorgespeeld. De kleine tekenen en de grote tekenen die nog niet zijn gebeurd natuurlijk. Maar de kleine tekenen zijn heel veel gebeurd. Er zijn een stuk of honderden kleine tekenen. Die heeft hij allemaal voor gespeeld. Sommige zijn geweest. Sommige zijn herhalen elke keer. En sommige zijn nog niet geweest van de kleine tekenen. Wat je net hebt gezegd, al-Ma'azif, oftewel? Muziek. Muziek. Is het normaal geworden tegenwoordig muziek? Tegenwoordig wel. Is het Qamar Rakshi en Amesidi? Is het DJ Boef? DJ, geen DJ, is het DJ Mohim? Jouw artiest. Mohim, je ziet allerlei soorten DJ met allerlei soorten namen. En niet zo normaal geworden, want als je een bruiloft hebt tegenwoordig, die geen muziek is, dan ben jij de rare vogel. Apart. Sprans, profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, er zal een tijd komen dat er muziek afgespeeld wordt. Op allerlei soorten manieren. En die tijd leven wij nu en het gebeurt als dan nog herhalen. Denk maar na. Denk eens aan de geboorte van een profeet. Isa alayhi salam. Profeet sallallahu alayhi salam. Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi salam. Juist. En hoe lang geleden was hij geboren? Hoe lang ongeveer? 1400 jaar geleden. MashaAllah. Afgerond, laten we zeggen 1500 jaar afgerond. Dat was de eerste kleine teken. Dus toen was eigenlijk de teken, de alam et sa'a, die waren al nabij eigenlijk. Kijk eens 1500 jaar terug. 1500 jaar terug. En nu zijn we in 2020. En dat eerste teken was dus 1500 jaar geleden teruggebeurd. Dus met andere woorden? Het is heel lang geleden. Heel lang. MashaAllah. Is heel lang geleden. Goed zo. Ba'athatu ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hel hiya min alamat as-sa'ah as-sughra? Ba'athatu ar-Rasul wa mawtu? Ayyu Rasul? Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nabiyuna. Nabiyuna. Okay. Ba'athatu. هي علامة الساعة
فبدأت من زمان من وقت ولد الرسول. نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. كهاتين. نعم إذن كان 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 موته وكان بعثته من علامة من علامة الساعة الصغرى. أحسن بارك الله فيك. What is een van de vijf zuilen als het gaat om geld? Zakat. Juist, zakat. Er wordt verteld dat wanneer ieder persoon op aarde één keer per jaar zakat weggeeft, dan zullen geen armen meer zijn. Wist je dat? Ja, klopt. Maar zien we de armen nu? Nog steeds. Wel. Nog steeds. En hoe komt dat? Omdat mensen weinig op willen zakat. Omdat ze helemaal geen zakat weggeven. Hoeveel procent is zakat? Hoeveel procent? Ja, hoeveel procent van het vermogen wat je hebt? Ik heb echt geen idee, man. Hoe denk jij? Nee. Helft. Helft? Helft. 20% gewoon. 2,5. 2,5. Dus stel je voor, je hebt 1000 jouw vermogen. Je moet een vermogen hebben van 1000 euro. Oké? Okay? Je hebt een vermogen van 1000 euro. En vervolgens moet je daar zakken van uitgeven. 1 keer per jaar. Hoeveel zou dat zijn dan in euro's? Als 2,5% is? 2,5. En hoeveel? Van 1000. Gewoon 25 euro. Juist. Is dat veel? Nee, dat is weinig. Dat is weinig. Weinig, maar... Ja, het gebeurt niet, man. Ja, is het heel goed. Een andere kleine teken? Wolkenkrabbers. Het bouwen van wolkenkrabbers. Heel goed. Mashallah, heel goed. Het bouwen van wolkenkrabbers die bijvoorbeeld de wolken bereiken. Ja. Wat zien wij in Dubai? Wolkenkrabbers. Mashallah, heel goed. Wolkenkrabbers die zelfs in woestijnen zijn. Woestijn, het was eerst helemaal niets. Binnen 10 jaar, binnen 50 jaar, zie je wolkenkrabbers van 800 meter 23 in de lucht. Dat is een van de grote, dat is een van de grote of kleine tekenen? Kleine. Kleine tekenen. Er zijn ook kleine tekenen die nog niet zijn gebeurd. Hè? Er zal een berg zijn waarin goud wordt gevonden. En mensen zullen erom vechten. Dat is ook van een kleine teken, maar die is nog niet gebeurd. Enzovoort. Er zijn nog dingen die nog niet zijn gebeurd, die onze profeet heeft voorgesproken. Maar de meeste zijn al gebeurd. Dus de kennis verwaarloosd wordt. Ja. Onder andere, heel goed. Want ja, de kennis zal verwaarloosd worden door wat? Door de geleerden die zullen overlijden. Ja. Laatst hebben we een geleerde gemist. En dat is Sheikh Bouhouza in Marokko. Dat is een hele grote geleerde bijvoorbeeld. Dat is een kleine voorbeeld. Die overleden was. En daarom heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd, de kennis zal weggepakt worden door de geleden zullen sterven. Dat er geleden zullen zijn die zullen sterven. En dat zien we tegenwoordig. De kleine teken is ook gebeurd. Een ander kleine teken. Denk aan de profeet sallallahu alaihi wasallam. De profeet sallallahu alaihi wasallam was geboren. Is dat een kleine teken? Nou, dat is een groot teken, toch? Een kleine teken. Oh. Juist. De geboorte van de profeet sallallahu alaihi wasallam is zelf een kleine teken. Want hij heeft gezegd, bu'ithtu ana wa sa'a kahatayn. Hij zegt, ik ben gekomen en de sa'a als deze twee. Dus heel nabij. Zijn geboorte zelf was een kleine teken. Hoe lang geleden? 1500 jaar geleden. 1500 jaar, ja. 1500 jaar geleden begonnen de kleine tekenen al te komen. En we zijn nu in 2020 en de kleine tekenen zijn nog bezig. En sommige zullen nog komen. Laatste. Een ander kleine teken. Je benoemde toen straks muziek, maar je hebt nog andere, specifieker. Denk eens aan Tenashin, Brazil Brothers. Onder andere rente. Is dat normaal geworden tegenwoordig? Ja. Iedereen koopt een huis en doet een hypotheek afsluiten. Subhanallah. Dat is haram. La ilaha illallah. En dat is een hele gevaarlijke. De profeet heeft dat voorspeld, dat er riba zal zijn en mensen zullen dat normaal vinden. En er zijn hele grote waarschuwingen in de Koran, waarin Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Voorbeelden, waarschuwingen. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Degene die met riba werkt, is alsof je in oorlog bent met wie? Met... Allah. Ja, Allah. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala. Kan je oorlog met Allah subhanahu wa ta'ala voeren? Hey, Allah, onmogelijk. Wat zien jullie in de wereld? Fitna, als ik dit zeg tegen jullie. Veel beproevingen. Ja, fitna. Weet je wat fitna is? Beproevingen. Ja, fitna is eigenlijk verderf op aarde. Klopt, ja. Je ziet heel veel moorden. Je ziet bijvoorbeeld al-qatil wal-maqtul. Al-qatil is degene die dood. Wal-maqtul is degene die... Wordt gedood. Mashallah, goed, je houdt de termen goed gedaan.
Al-Qatil is degene die doodt. Wal-Maqtul is degene die wordt gedood. Al-Qatil doodt Al-Maqtul en hij weet niet eens waarom hij hem doodt. En Al-Maqtul weet niet eens waarom hij dood gaat. Heel goed. Dat zijn een van de kleine tekenen onderaan de dood op de hele wereld. Ik heb het vandaag over een belangrijk onderwerp en wellicht is het ook bij jou qua geloof. Verwachten jullie ook wel misschien dingen? Het einde der tijden, geloven jullie daarin? Ik vaak wel, want sommige mensen mogen niet geloven, maar wat je zelf in gelooft is wat belangrijk is. Waar geloof jij in? Ja, christelijk, orthodox. Ik geloof in Jezus Christus en zo. En ja, ik geloof er heel sterk in, persoonlijk. Mijn familie ook, moet gewoon. Je familie, vaak hoort dat gewoon. Ja, ja. Jij gelooft in dat Jezus ook einde der tijden zal terugkeren? Zoals wij moslims dat zeggen ook? Dat is een grote vraag waar ik zelf ook aan denk. Ik zeg daar nu even niks over. Weet je daar niks over of wil je daar niks over? Jawel, maar dat is een grote ja of nee. Ik zeg ja. Geloof je dat Jezus God is zelf of een zoon van God? De zoon van God. Oké, okay. Je gelooft dus in de drie eenheid? Ja. Jezus, zoon van God, Heilige Geest en? En ziel. En de Vader. En moet ik even beter? Het is niet erg. Jezus, de zoon van God, de Heilige Geest en de Vader. Dus vormen samen een? Wat vormen ze samen? Ik was vergeten. Is het erg, hè? Een eenheid. Een eenheid. Kan je dat uitleggen hoe drie één kunnen zijn? Kan de drie vingers één zijn? Hey, help me even kijken. Hoe kan drie vinger één zijn en drie minder twee? Kan drie vingers één vinger worden? Ja. Hoe kan dat dan? Ik zie één hier, ik zie twee, ik zie drie. Leuk man, is onmogelijk. Dus wij geloven in, wist je dat wij moslims geloven in Jezus? Ja. Waar, in wat? Als wat? Jezus bij jullie is, wat zijn nou? Als een profeet. Als profeet. Juist. Als wij niet geloven in Jezus als profeet, zijn we geen moslim meer. Wist je dat? Ja. Ja? Ik heb het bij jou verteld. Jij... Ja, je weet, ik vergeet alles wat jij zegt. Ik heb het en je gelooft dus dat er wel God boven is. Ja. Wij zijn hetzelfde. Ik geloof ook met jou. Dus wij hebben, wij hebben hetzelfde eigenlijk. Ja, is mooi. Is mooi, mooi. En we sluiten het inshallah af. Als het gaat om Toba. Oké, okay, weet je wat Toba is? Nee. Wat is Toba? Misschien in Nederlands taling weet ik het. Brouw. Oh, brouw toch? Brouw, oké. Okay. Je hebt kleine tekenen, heb ik net een paar voorbeelden genoemd. Jullie, mashallah. En je hebt grote tekenen. En nu heb ik brouw. Brouw. Of vergeving vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dat wanneer de kleine tekeningen aangebroken zijn? Ja, altijd. Altijd, kan altijd. Maar wanneer de eerste grote tekenen aan boord komt, kan dat nog dan? Ik denk het nog wel, of mij. Nee. Nee. Weet je waarom? De kleine tekenen, wanneer die komen, zijn waarschuwingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Keer je terug, want we zijn mensen, we vergeten soms. En waarom hebben zij zo'n kleine tekenen? Dan kunnen we nog terugkeren. Dan zijn de poorten van... Het paradijs open om vergeving. Berouw, het poort van berouw is nog open. Maar zodra de eerste grote teken aankomt, dan zijn de poorten van berouw gesloten. Barakallahu fikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ما شاء الله عليكم الله ما كنف وزع بيكم كنف وزع ما شاء الله عليكم